Welkom bij Rijnmond Nieuws. Dit is een overzicht van het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is echt bijzonder, dit is nog nooit vertoond. Dit is echt nog nooit vertoond. Zo, daar gaat hij. Hierachter, achter het glas en metaal, ligt het werk van heel veel tekenaars. En dat moet gewoon terug. Een containerschip dat de binnenstad van Rotterdam invaart. Dat zien we niet vaak. Sterker nog, het is nog nooit gebeurd. Ja, ik vraag me af wat die containers hier naar binnen moeten. Want er is volgens mij geen faciliteit om ze te lossen. Het schip is op bezoek in de Leuvenhaven op uitnodiging van het Maritiem Museum. En als hij dan aankomt, staat zelfs de museumdirecteur klaar met zijn camera. Ja, natuurlijk. Is het echt zo bijzonder? Dit is echt bijzonder. Dit is nog nooit vertoond. Dit is echt nog nooit vertoond. Dat je 180 meter containerschip met 4 lagen containers in de binnenstad van Rotterdam, dat heeft nog nooit iemand gezien. Centimeter voor centimeter vaart het schip de krappe haven binnen. Half metertje, achter heb je nog steeds contact. Matrozen geven aanwijzingen aan de schipper die de boel ook met camera's in de gaten houdt. Normaal gesproken vaart het schip op grote rivieren. Op de Rijn, naar Basel. We hebben een vaste lijndienst van Rotterdam en Antwerpen naar Basel. Nu is hij in Rotterdam om tentoongesteld te worden. Want zo'n schip dat naar de binnenstad komt is een attractie op zich. Het gaat niet echt snel, hè, meneer? Nee, maar dat is ook niet nodig natuurlijk. Hè? Stuurmanskunst moet je altijd langzaam doen. Het is krap, hè? Ja, het is zeker krap. Ik vind het echt een staaltje van perfectie. Je ziet hoe klein de haven hier is. Je kan amper met een roeiboot hier komen. Maar hij doet het maar even. En of hij het gedaan heeft, het hele weekend was het schip te bewonderen. Striptekenaars zijn boos op de curator van het failliete stripmuseum Strips in Rotterdam. Maar mijn albums die lagen hier aan de zijkant, links aan de zijkant in de schappen. De boedelredder zou €75 vragen aan striptekenaars die hun uitgeleende werken willen terughalen. Hierachter, achter het glas en metaal, ligt het werk van heel veel tekenaars en dat moet gewoon terug. Tekenaars Robert van der Kroft en Mark Sheba TF maken daarom een statement tegen de curator en maken een tekening op het gebouw van het failliete museum. Het mooiste zou nu nog zijn als een agent langs zou komen dat we in handboeien worden afgevoerd van: wij gaan niet mee, protest! Het geïmproviseerde werk van het duo symboliseert een inbraak in het museum om de tekeningen terug te krijgen. Robert die heeft al de entree even verschaft, dus ik neem aan dat hij ergens op afstandje iets ingegooid heeft. En de stripheldin uit mijn boekjes die laat nu weten dat iedereen boos is. En zij is dus de eerste die naar binnen gaat om alles voor ons op te halen. Robert van der Kroft is onder meer bekend van Shores & Shimmy. Hij heeft zijn werk wel teruggekregen van het museum, maar wil zich hard maken voor tekenaars die hun werk moeten terugkopen. Als we weer zoiets zouden willen doen binnen Rotterdam, waar ik me ook probeer sterk voor te maken, een herstart of een nieuwe start van enig stripmuseum dan ook, dan is er geen enkele tekenaar meer die zijn werk wil uitlenen. €75 voor mij is heel veel. Ik ben een van die tekenaars die een week, anderhalve week met 2 kinderen samen eet van €75. Maar daar gaat het al niet eens meer om. Het gaat er echt om dat een derde denkt iets te kunnen doen met ons werk. De curator was niet bereikbaar voor commentaar. Nou, dat is toch wel grappig. Dit is een van de mooiste plekjes van Nederland. Ze komen hier lekker om uit te waaien, om schepen te bekijken. Dat is echt een spottersplek. Er komen kleine schepen binnen, komen grote schepen binnen, bijzondere schepen. De offshore, alles, van kranen. De zeilbootjes, zeker in het hoogseizoen, ja, die trekken van noord naar zuid en van zuid naar noord. En dan hebben we de marifoon aan staan. En die staat daar ook. En daar luisteren de mensen graag naar. En dan hebben we ook een box buiten staan en dat vinden ze ook leuk. Ze komen zelfs uit Arnhem, gewoon voor 1 dagje. Gaan ze 's morgens gaan ze de deur uit, gaan ze de maat plakken. Ik ben groot geworden door klein te blijven. Dan gaat er nooit wat mis. Er is een kreet uit het ver. Toen de tweede maatslag eraan kwam. Ja, toen moest ik van een snackwagen moest ik eigenlijk een vaste portocabin neerzetten. Die heb ik zelf met mijn zwager helemaal verbouwd. Want het was een portocabin, die verkochten ze autobanden in. En nieuwe vloer erin, tegelwerk erin, oventje erin, draaien. Het jaar erop een schuifraam erin gezet met een panoramaraam.
Dus die staan hier 7 kilometer op zee. Vanaf Hoek van Holland is het tussen de 6 en de 7 kilometer. Dus het is hier vlak. Er is hier altijd wind. Wij brengen hier gemiddeld zeker 10 uur. Ja, hier werken we dan zeg maar 10 uur per dag. Ik ben het 56, dus nog te jong om te stoppen. Maar Elsje, moet ik even in de gaten houden, Elsje is 61. En ze gaan nog als een kool. Dus, als een 18-jarige werkt. Voor deze metrobestuurder is het vandaag een bijzondere dag. Nou, daar gaan we dan, jongens. Het is geen gewone werkdag. Andries Bos is de eerste die een testrit mag maken op de Hoekse lijn. De nieuwe metro naar Hoek van Holland. Even mijn jas ophangen, als dat mag. Wat wordt het voor rit? Waarschijnlijk een 40 kilometer rit. Omdat ik dat nog eventjes na moet vragen. En harder mogen we niet? Harder mogen we niet. Nee, we kunnen niet harder, want dat is afgesteld zo in de procedure. Van Schiedam naar het strand van Hoek van Holland. Straks kan het met de metro. De bouw is inmiddels klaar, de rails liggen er en de bovenleiding hangt. Maar wel veel later dan gepland. Er waren een flink aantal tegenvallers, waardoor de opening in september bij lange na niet wordt gehaald. U kunt nog geen definitieve datum noemen. Ja, de prognose is nu februari. Nu moet er eerst nog worden getest. Dan gaan we nu vertrekken. Om te kijken of alles wel goed werkt. Zo, daar gaat hij. Er is onder andere gekeken of de sporen netjes recht liggen en of de bovenleiding goed werkt. Dit is de eerste testrit in een serie van velen. Een rit van Maassluis-Steendijkpolder naar Maassluis-West. Dames en heren, goedemiddag. We naderen station Maassluis-West. Goedemiddag allemaal. Hoe ging de rit? Ja, perfect. De baan ligt er goed bij. De baan ligt er goed bij, perfect. Ja. De komende maanden blijft de RET testritten uitvoeren. Op z'n vroegst in februari wordt de lijn geopend. 3 maanden geleden werd het 3-0. Deze keer won Feyenoord wel op Woudestein met 1-0. Doelpunt van Jean-Paul Boetius. Wel een goal die voor een heel groot deel ook op het konto van Villena moet komen. Die het voorwerk deed, maar toch. Nu is hij echt terug bij Feyenoord, die Boetius. Die natuurlijk al een paar assists had gegeven de laatste weken. Maar nu was hij zelf het goudhaantje. Werd hij de matchwinner van de eerste Rotterdamse derby van dit seizoen. Nou, ook die tellen mee inderdaad. Maar nee, ik blijf erbij. Een assist is net zo veel waard als een doelpunt. Zonder assist wordt een doelpunt vaker niet gemaakt. Tenzij je natuurlijk de kans voor jezelf creëert, maar goed. Zeker met de spelers die wij voor je in hebben, moet je daar gewoon meer uit halen. Eén keer een doorbraak met Soufiane en Bilal, die je dan niet maakt. Maar ja, uiteindelijk zie je ook in de laatste fase van de wedstrijd, met een aantal overtredingen die we zeg maar, maken, onnodig. Ja, dan komt de druk natuurlijk wel erop met vrije trappen waarbij ze gewoon heel gevaarlijk zijn. Ja, waar de vreugde in het kamp van Feyenoord was, is er natuurlijk de teleurstelling bij Excelsior. Want ze hadden maar wat graag opnieuw voor een stunt gezorgd. En die kansen die zijn er wel degelijk geweest. Onnodig. Ik denk dat we op basis van de tweede helft had je minimaal een goal verdiend. En dan had je even gelijk spel mee kunnen pakken. Ik denk dat we de eerste helft mat begonnen. Dat we redelijk stonden, maar dat we als we de bal veroverden, dat we of de bal gelijk kwijt waren. Dus we waren heel slordig of we gingen alleen maar terug naar Alex. Nou, straks praten we natuurlijk nog veel uitgebreider door op die derby hier op Woudestein. En de wedstrijd die Sparta speelt tegen PEC Zwolle als in FC Rijnmond. Luigi Bruins, Guillaume Fernandes en Geert den Oude te gast zijn. Nou, welkom op de Fantastico. Het moet een beetje op zijn Rotterdams uitgesproken worden, hè? Fantastico. In onze zomerserie Hoe is het met? Vandaag Huub Veneman. Jarenlang was Veneman het gezicht van ProRail en politie. Maar 2 jaar geleden nam hij ontslag en gooide het roer om. Ik zag het schip liggen en ik had echt zoiets, zal ik het doen of niet? Zal ik het kopen? Ik had nog een erfenis van mijn ouders. Een paar vreselijk slapeloze nachten gehad. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ik moet toch door die angst heen stappen en gewoon gaan voor mijn droom. En dat is dit schip kopen met alle risico's die eraan vastzitten. Dankjewel. Huub vaart nu onder andere de zeeën over om zijn passagiers een reis vol avontuur en bezinning te geven. Dat was een sprong in het diepe, want hij deed afstand van veel vastigheden. Op een gegeven moment dacht ik echt van ja, het is eigenlijk angst die je regeert. Die bepaalt wat ik ga doen. Dat gaat niet gebeuren. Dus angst opzij gezet, gekozen voor de droom en ik heb het heerlijk naar mijn zin. Maar gaat het echte leven maandag weer beginnen? En een hoop mensen hebben vast nagedacht tijdens hun vakantie van, is dit echt wat ik wil? Ja. Misschien dat er nog iets anders zit. Wat zou je tegen hen willen zeggen? Tegen die mensen die misschien wel willen, maar ontzettend twijfelen. En het heel eng vinden om de sprong in het diepe te wagen. Ja, dat is mooi.
Wat ik in elk geval bij mezelf heel erg ontdekte, was dat bij mij de angst regeerde. Ik kwam daar nooit uit en ik denk dat de mens daar ook niet over uitkomt om al die scenario's te gaan bedenken. Dus de enige is van als je een droom hebt, juist ergens voor te gaan en te kijken naar wat je juist wel inspireert. Toch gewoon maar doen? Toch gewoon maar doen. Ik denk dat mensen ook voldoende slim zijn om weer iets nieuws te verzinnen. Dus uiteindelijk brengt het je altijd weer naar iets mooiers wat je van tevoren nooit kan inschatten. Dat kan je nog niet zien. Dus als je die stap maakt, dan zie je het pas. Ik zou zeggen, voorwaarts. Voorwaarts. Dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze online kanalen en op Radio Rijnmond. Want Rijnmond is erbij. Goedemiddag allemaal. Hoe ging de rit? Ja, perfect. De baan ligt er goed bij. De baan ligt er goed bij, perfect. Ja.